Het personeelsrestaurant De Stroom aan de Zuid in Gent was wel geteld 2 maanden open geweest toen het in maart 2020, vandaag dag op dag, moest sluiten door corona. Maar de keuken is al die tijd blijven draaien. Vanaf vandaag is het restaurant weer open. Een ideaal moment om de mensen die achter de schermen zijn blijven doorwerken in de bloemetjes te zetten. Het is toch geen Pasen? Alleszins bedankt. Ja. Waarom is omdat wij toch in deze moeilijke periode, voor iedereen trouwens, dat wij toch wel actief gebleven zijn op de site. Wij niet alleen natuurlijk, hè. Dus ook de loketwerkers. Enkele personeelsleden en de boel een beetje blijven draaiende houden. En ik dacht, laat ons van deze symbolische dag een bedankingsmoment maken. Om onze medewerkers ook in de kijker te zetten. Maar om mij ook te bedanken voor de toch niet evidente 2 jaar. Waarin zij heel wat taken blijven verder zetten doen. Een deel al telewerkend, maar ook een heel groot deel, 60% van onze medewerkers, is effectief op de werkvloer blijven komen. Omwille van de specifieke taken die zij behartigen. Vanaf nu mogen de brooddozen van het Gentse stadspersoneel thuis blijven. Meer nog, vanaf nu kunnen ze in De Stroom ook ontbijten. Door dat telewerk, je hebt een deel thuis, je hebt ook niet echt meer een bureau. Je kunt zeggen, want dit is mijn bureau voor de rest van de week, ik zit hier altijd. Nee, men kiest ook wel ergens een verhaal van, we hebben minder bureaus, we moeten meer flexibel gaan werken. En dan dachten we van, oké, misschien moeten wij ons restaurant ook flexibeler gaan inzetten. Het is toegankelijk van 's morgens vroeg en we bieden dan tegelijkertijd ook het ontbijt aan. En dat viel meteen in de smaak. Ik vind dat persoonlijk een leuk concept. Het is ook lekker. Ochtends ben je toch meestal zo wat gehaast. Dus als je weet dat je dan op je werk ook nog de mogelijkheid hebt om iets mee te nemen of hier rap iets te eten, dat is super fijn. Wie het ontbijt thuis overslaat, kan dat nog goed maken op het werk. Eerlijk gezegd, ik skip het sowieso altijd al. En dan eet ik het vlug zo aan bureau, zo iets kleins. Maar inderdaad, als je weet dat er hier ook gezonder dingen eigenlijk... De croissant is misschien wat minder gezond geweest, maar yoghurt en zo en alles wat dat erbij is. Ja, dus dan toch wel om over na te denken om het dan toch misschien een keer te doen. Sommigen denken eraan om af en toe in zo'n ontbijtvergadering te houden. En wie wil afhalen, kan dat ook nog altijd. De takeaway uit de coronaperiode blijft bestaan. Ja, er verandert eigenlijk niks. Er komt alleen maar bij. We bouwen niet af, we bouwen weer op, of we bouwen weer voort. Ja, we bouwen verder, laat het ons zo zeggen.